Welkom terug in mijn Minecraft survival wereld. Ik word hier wakker in mijn gele huis en ik heb echt super lekker geslapen. En dat komt omdat we eindelijk een huisdier hebben. Hallo. Kijk nou hoe lief die is. Mijn eigen eentje. Oh, en hij heeft twee eitjes gelegd. Oh, kom op. Krijgen we een... Oh, we hebben een eentje erbij. Oh my god. We hebben gewoon een eentje erbij gekregen. Oké, we moeten dit even dichtbouwen, want hij moet niet ontsnappen. Oh nee. We hebben gewoon een baby eentje erbij gekregen. Oh, kijk nou hoe lief die is. Oké, deze doen we even in de zak, want we hebben een lead nodig. We hebben heel wat zakken gekregen natuurlijk de vorige keer bij de dierenwinkel. Alleen volgens mij hebben we geen lead meer, denk ik. Nee, dat is een klein probleempje. Misschien kan ik straks even bij de buurman aankloppen. Maar we moeten dit eentje nog een naam geven. En jullie hebben me wel een leuk idee gegeven voor een leuke naam. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog te doen op deze video. Want als wij de 5000 duimpjes omhoog halen op deze video, ga ik door met deze Minecraft Survival serie. En oh ja, vergeet natuurlijk ook niet om te abonneren, want anders ontploft er een creeper in je Minecraft huis. Oké, we moeten dus een leuke naam verzinnen voor jou. En de kijkers hebben een beetje bepaald en ik heb een heel leuk idee voor een naam. Alleen al die bijen in ons huisje, dat is een beetje te veel. Dus misschien moeten we die gewoon vrij laten, want ik word daar een beetje gek van. Eens even kijken, we hebben een lead nodig eigenlijk zometeen. Maar, oh sorry bij, maar we doen gewoon alle bijen die Alex in ons huis heeft gedaan, doen we weg. Want natuurlijk bestaat alleen Zoomy. En Zoomy is al de beste bij die er is. Dus deze doen we gewoon weg, al deze bijen. Zo, dan hebben we dat niet meer in ons huisje. Want we hebben natuurlijk het eendje. En daar moeten we goed op passen. Maar we hebben natuurlijk een leuke naam voor het eendje. En dat gaat zijn meneer Eendje. Want dat vind ik zelf een hele leuke naam. Deze doen we weg, want dat wordt voor het baby eendje natuurlijk. Meneer Eendje. Kijk eens aan. Zo, en die gaan we aan hem geven. Laten we maar snel even naar buiten gaan. Buurman, buurman, doe open! Alex! Goedemorgen. Wat is er? Goedemorgen. Is er iets? Het ging eigenlijk over ons plan. Ja, maar wacht. Voordat we daarmee gaan, kom even binnen, Alex. Ik heb iets voor je. Ik moet je iets laten zien. Moet ik de deur achter me dicht doen? Ja, graag. Want het mag niet ontsnappen. Oké, kom naar boven. Het mag niet ontsnappen. Kijk! Meneer Eendje! Alleen... Ik heb gewoon een naam gekregen! Ja, maar je weet dat ik al een eendje heb gekocht de vorige keer bij de dierenwinkel. Alleen ik moet je om gunst vragen, Alex. Ja. Heb jij nog een extra lead? Want er is vanochtend iets gebeurd. Wat is er gebeurd? Hij heeft zijn lead toch gewoon om? Ja, maar meneer Eendje heeft allemaal eitjes gelegd. En kijk... Je hebt er nog één? Ik heb er gewoon eentje bij gekregen. Dus hij heeft een vriendje. Alleen ik heb een lead nodig, want anders loopt hij weg. Of ik laat het even in de tas. Ik ga het gelijk voor je halen, Dennis. Ja, dat zou heel fijn zijn. Oké, dan moet ik even een fence hebben. Die moet ik kunnen plaatsen. Hier nog één. Ik heb er nog twee. Oké, dat komt goed uit. Dan heb ik er zelf ook nog één als ik meneer Kippie moet uitlaten. Dennis, yeah. Dennis, ik heb hem! Oh ja, dat zou echt super tof zijn. Alsjeblieft, die is voor jou. Dankjewel, Alex. Oké, zo. Zo. Is en zo familie. Oh, hij is zo schattig. Alleen, ik moet ze eigenlijk even wat seeds geven, maar heb ik dat hier? Oh ja, dat zit in de kist boven. Maar waar wou je eigenlijk heen? Ja, ik denk dat dit wel een goede plek is om het te bespreken. We moeten namelijk dus een kijkje nemen bij de bank, denk ik. Ik wil hem namelijk graag overvallen, want er ligt zoveel geld in waarschijnlijk, dat we gewoon rijk kunnen worden. Maar eerst moeten we erachter komen hoe we überhaupt in die bank kunnen komen, want ik ben geen professionele bankovervaller en jij volgens mij ook niet. Nee, ik ook niet, maar het lijkt me wel slim. Als ik de zak even wegleg. Ja, dat lijkt me ook slim inderdaad. Maar je ziet heel vaak in films dat ze allemaal plannen maken. Via dark of wat dan ook. Ik denk dat we gewoon erheen moeten gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn, oké? Ja, maar doe dan wel al je armor en wapens weg. Want anders valt het wel heel erg op. En niet opvallend gaan kijken overal naartoe, oké? Oké, ik doe mijn best. Jij ook niet, hè? Nee, ik doe alle spullen weg. Ik geef snel de eendjes wat eten en dan gaan we, oké? Is goed. Oh, ik ben wel zenuwachtig, Alex. Gaan we de boot in? Ja, we gaan met de boot. Ik haal even deze boordjes weg, snel. Oh, die Dennis doet er ook altijd lang ik over. Ik ben er, ik ben er. Nee, we kunnen gaan. Ik zie je ook achter me zitten. Oké, gaan we de... We gaan gewoon letterlijk naar die bank toe. Oh, ik ben wel een beetje bang ervoor, Alex, maar... Ja? Niet te opvallend doen, oké? Dan valt het echt op. We doen gewoon alsof we er wonen, denk ik dan, ja? Ja. Nee, want... Al die inktvisjes. Nee, we kunnen niet doen alsof we er wonen. Want de vrouw van de dierenwinkel, die woont daar, Alex. Dat heeft ze gezegd tegen mij. Oké, laten we de boot gewoon hier parkeren. Wij gaan gewoon weer winkelen. Oh, daar is de vrouw van de bakker weer. Oh. Hallo, bakker. Maar ik heb geen honger. Maar het ziet hier wel altijd gezellig uit. Oh, Dennis, is dat niet de mevrouw van de dierenwinkel? Ja, dat is Lotte. Mevrouw!
Hallo! Hallo, mevrouw? Hallo? Hoi. Bent u van de dierenwinkel? Ja. Oh, mag ik een keertje binnenkijken? Ik ben nog nooit binnen geweest. Maar niks aanraken met je handen, hè? Alleen kijken. Maar ik wil het konijntje haaien die ik daar zie. Oké, vooruit. Ja! Nee, ja. Mevrouw, zeg dat nou niet. Alex... Nee, Alex, niet aaien, oké? Kijken, alleen kijken. Oké, alleen kijken. Maar... Mevrouw, dankjewel nog dat u mij het vorige keer het eentje heeft verkocht. Geen probleem, Dennis. Dennis! Die blauwe vogels! Je was de gele! Oh, nee, ik vind die lichtblauwe met geel is het mooiste. Hij heeft wel alle, beide kleuren. Van jou blauw en van mij geel. Ik weet hoe mooi die is. Wow. En die andere blauwe is ook zo mooi. Maar ik heb geen plek voor meer huisdieren in mijn huis alleen. Nou, ik heb meneer eentje nu. Dus die ga ik ook niet vervangen voor een vogel. Misschien als ik ooit een villa neem, dat ik dan een vogeltje erbij kan kopen. Maar ja. Dat gaat er nu ooit nog niet worden. Nee, dat lijkt me ook niet slim. Nou, bedankt dat we eventjes mochten kijken. Geen probleem. Dankjewel. Doei. Waar gaan we nu heen, Alex? Gaan we een kijkje nemen in de bank? Ja, dat kunnen we doen, toch? Oké, ja. Hey, maar... er is niks verkeerd aan kijken, natuurlijk. Rustig, oké? Rustig. Niet... Ja, heel rustig. Niet te opvallend gaan kijken overal heen, oké? Nee, oké. We gaan gewoon zitten. Ik heb al gezien dat er daar allemaal bankjes zitten. Dus we zeggen gewoon dat we nieuw zijn hier, oké? Dat we even alles komen ontdekken. Ja, dat is goed. Oké. Hallo, meneer beveiliger. Hallo, beveiliger. Meneer van de bank. Hallo. Hoe is het met u? Ah, helemaal goed met jullie. Ja, ook helemaal goed. Is dit nieuw hier? Ja, dat is best wel nieuw, ja. U gebruikt wel mooie kleuren hier. Ik zie geel, ik zie hier blauw. Nou, net zeg, ik zie blauw, geel. Nog meer geel. Ja, mooi hè. Die bloemetjes zijn alleen wat minder mooi, maar hey, dat kan gebeuren, hè. Ik heb een vraagje, meneer. Ja, kan ik jullie helpen? Kunnen we hier ook een account starten, zeg maar, dat we daar onze diamonds kunnen storten? Dat kan wel, ja. En hoe werkt dat dan? Nou ja, je moet even je naam doorgeven en je moet even een handtekening zetten en zo. Oh, weet je wel, dat soort dingen. Dennis? Doe maar op jouw naam. Pieter. Alex. Doe maar op de naam Pieter. Niet op Alex. Nee, hij heet Pieter. Sorry. Pieter. Oké. Oké, Pieter dus. Ook nog een achternaam of is... Nou ja, dat is niet verplicht, maar het kan. En we willen er ook graag gelijk wat op zetten. Geld? Waar wij vandaan komen is dit heel waardevol. Alsjeblieft. Ja, dus dat willen we veilig opbergen. Ja. Oké, dat kan wel. Slaat iedereen hier zijn spulletjes op? Of... Ja, iedereen van het dorpje hier, die slaat hier de spulletjes op wat waarde heeft. Oké. Dus niet alleen maar geld? Nee, dat kan van alles zijn, hè. Dat kunnen huisdieren zijn, dat kan echt van alles zijn. Dus jullie hebben ook huisdieren hier beneden? Ja, dat voelt dus wel, de dieren, hè, ja. Oké. Dat heb ik nog nooit gehoord van de bank, maar... Meneer, bedankt dat wij een rekening mochten openen. Wij weten genoeg. Ja, u ziet ons nog wel een keertje terugkomen als we er nog wat bij willen zetten of wat eraf willen halen of zo. Dat is helemaal goed, Pieter. En wie is dit? Jan. Klaas-Jan. Ja. Hallo Klaas-Jan en Pieter, aangenaam. Ja, ik ben Kevin van de bank. Oké, Kevin. Fijne dag, Kevin. Ja, hoi. Fijne dag nog, hoi. Alex, als we die kunnen overvallen, worden we echt enorm rijk. Dennis. Alex, we wonen te ver weg. Ik wou letterlijk net hetzelfde zeggen. Ik denk dat we een plekje hier ergens nodig hebben. Waar? Ik weet iets, want de vorige keer heb ik dus bij de dierenwinkel aan de mevrouw gevraagd van, is dit allemaal nieuw hier? En zij zei ja. En dus vroeg ik, waar woont u dan? En ze zei letterlijk boven de winkel. Heeft een huis hier? Ja, misschien zijn er wel plekjes boven de winkels nog vrij. Dus we kunnen vragen of er hier nog iets te koop staat. Ik denk dat zij het dan wel weet. Wat is zij ook aan het doen met dat konijntje? Ik heb geen idee. Zullen we het anders vragen? Ja, laten we dat maar even doen. Jij vraagt, jij kent haar het beste, denk ik. Hallo? Hallo, mevrouw. Goedemiddag, welkom terug. Hallo, ik had even een klein vraagje. En het gaat dit keer niet over de dieren, maar... U zei dat u er net kwam wonen en dat u boven de winkel woont. En dat dit allemaal nieuw is hier. Zijn er toevallig ook nog appartementen te koop? Nou, nu je het zegt, inderdaad. Ik had nog een appartement hierboven, boven mijn appartement. Maar ik kan jullie wel even laten zien hoe mijn appartement eruit ziet. Dus dan kun je inschatten hoe die... Ja. Jullie eruit. Ja, graag. Dat is volgens mij. Wij lopen met u mee. Ja, hier de trap op, naar boven. Wow. Ziet er wel mooi uit hier, Alex. Die mooie plant ook. Wow. Ja. Okay. Nou, hier is de deur. Nummer 1. Komt u maar binnen. Wow, dit ziet er zo vet uit. Dank je wel. Heel erg roze. En is dit je katje? Je hebt een aquarium. Maui. Oh, ja. Oh, kijk, Maui. Ik ben zo jaloers. Hallo, Maui. Maar Alex. Ja? Ik denk dat we dit nooit kunnen betalen, hoor. Ik weet het ook niet. Mevrouw? Ja? Wat is de huur per maand?
voor dit appartement? Nou, het is per huur. Ik heb 3 visjes zelf gevangen nodig voor mijn Miauwie, die kat achter jullie. Miauwie, ja. En dat mag jij doen, Dennis. En oh. Alex, jij hebt een hele belangrijke taak. Vind ik leuk, jij dat vind moet ik leuk. Zelf, dus ook helemaal zelf in elkaar, een taart gaan maken voor mij. Ja, ja, dat vind ik leuk. Je moet een taart Kijk. Bakken. En dan... En jij moet vissen. Ja, dat en dan mogen jullie het appartement hebben. Komt helemaal goed. Maar... We brengen het vandaag nog. Ik ga gelijk alle ingrediënten bij elkaar verzamelen. Ik ook. Maar voor de duidelijkheid, het gaat dus niet om dit appartement, maar eentje hierboven, toch? Ja, maar hij lijkt er bijna hetzelfde op, dus... Oh, bijna... Oké, Alex, we gaan meteen. Ja, we gaan. Tot ziens, mevrouw. Succes, hè, jongens. Doei. Succes. Doei. Oké, Dennis, ik ga alles verzamelen voor de taart. Jij moet een visengel maken. Ik denk dat we het beste als eerst even door kunnen gaan naar huis. Ja, wat zei ze nou? 3 visjes, Alex? Voor mij? Ja, jij moet 3 visjes voor haar meenemen en ik moet zelf een taart maken. Okay. Ze zei ook echt heel duidelijk zelf maken. Dus ik denk niet dat ik naar de bakker mag. Nee, ik bedoel, ik wou bijna zeggen, oh, dat heb je makkelijk. Dan kan je gewoon bij de bakker er eentje kopen, maar je moet het dus zelf maken. Nee, je moet hem zelf maken, maar hey, dat moet dan maar. Ja, en ik denk dat ze de bakker wel heel goed kent en alles smaken, dus niet vals spelen, ja, Alex. Ik ga het niet doen, Dennis. Oké, hier moeten we sowieso stoppen. Ik heb wat dingetjes nodig voor mijn taart en jij voor je vishengel natuurlijk. Ja, weet je wat? We gaan allebei onze eigen kant op, oké? Dan hebben we het zo snel mogelijk, want dat appartement moeten we echt hebben, Alex. Is goed, Dennis. Succes. Tot zo. Oké, wat ik dus moet doen... Oh my god, het eentje heeft weer een eitje gelegd. Oh, sorry meneer eentje, sorry. Het spijt me, oké, ik pak even weer wat zaadjes. Dan kan ik jullie even wat eten geven. Maar wat ik dus moest doen, ik moest dus 3 rauwe visjes verzamelen. En die moest ik zelf gaan vangen. Alleen, ik heb helemaal geen vishengel. Oh, de deur moet dicht. Wacht, jij zit toch nog wel aan een lied? Voor jou hebben we ook nog een naam nodig. En dat moeten de kijkers ook bepalen. Want jullie worden beste vriendjes. Maar ik moet snel bezig, want ik moet een vis gaan vangen. Of nou ja, 3 vissen. Oké, heb ik hier nog sticks? Ja, ik heb hier sticks. Zo, dat hebben we nu niet nodig. Maar we hebben ook strings nodig. En dat is een probleempje. Oh, die heb ik! Die heb ik daar, letterlijk. Oh, dan kunnen we al een vishengel gaan maken. Kijk, 1, 2, 3. Dan hebben we 1 stick over. En dan 1. Oh, dan hebben we gewoon een vishengel. Dan kunnen we meteen al gaan vissen. Want we moeten dus 3 normale visjes gaan vangen. Oké, up! Kom op. Ik weet alleen niet wat voor visjes. Volgens mij gewoon letterlijk normale visjes. Dus dat kan wel eventjes duren. Ja! Oh my god, dit is salmon. Ik weet niet of ze dat wil. Maar we gaan het gewoon afwachten. Laten we maar eventjes gaan vissen voor die 3 visjes in ieder geval. Er komt weer een visje aan. En ja, we hebben weer bait. Oh nee, het visje. Waar is het visje heen? Oh, die ligt hier. Ja, dit visje moet ik hebben. Raw cod. Die moet ik denk ik hebben in plaats van salmon. Nou, we hebben nog een bult te vissen hoor. Ik vis eigenlijk nooit. Ik ben er ook niet heel goed in. Oh, ik val weer in het water. Dan schrik ik alle visjes af. Oh, er komt er eentje aan. Pufferfish. Daar hou ik niet zo van. Ja, we hebben weer bait. Ons tweede visje. Lekker. We hebben er nu 2. We moeten er nog eentje voor Lotte. Oh, en ik hoop dat het bij Alex lukt met natuurlijk het zelfgemaakte taartje bakken. Want dat is ook nog wel een klus. Ja. Iee, wat is dit? Een zeeschelp? Daar hebben we toch helemaal niks aan. We moeten een normaal visje vangen. Opeens vaart Alex daar. Hallo, Alex. We moeten er nog 1 hebben. Oké, we hebben weer bait. Oh, dit is salmon. Oh, ik kan Alex echt niet teleurstellen namelijk. Ik wist niet dat vissen zo moeilijk kon zijn. We zijn echt al mega lang bezig en we hebben weer een pufferfish. Ik denk ook niet dat je die kan eten trouwens. Dus daar kunnen we ook echt niet mee aankomen voor Maui. Natuurlijk de kat van de vrouw van de dierenwinkel. Oh! Oh, blijf nou staan Dennis. Je schrikt de hele tijd de visjes weg. Oh, dit is weer salm. Oh, nee. Ja, we hebben hem. Dit is het laatste visje. Ik denk dat de vrouw van de dierenwinkel daar heel blij mee is. Laten we snel alles wegdoen in de kist. En ja, dit hebben we allemaal nog over. En laten we meteen bij Alex gaan aankloppen. Alex! Ja, wat is er? Het is gelukt, ik heb de 3 visjes. Mij ook, ik heb een mooie taart gebakken. Alleen, ik wist niet zeker of ze nou deze wou of zalm. Dus ik heb ze maar allebei, van allebei 3. Oké, dan moet het wel goed zijn, denk ik. Zullen we het naar toe brengen? Ja. De visjes zijn denk ik voor Maui dan. Ja, mag ik een keertje varen? Ja, maar natuurlijk. Je weet wel de weg, toch? Ja, volgens mij gewoon dit riviertje volgen, toch? Oh, dit is wel lekker zo een keertje niet te hoeven paddelen. Je doet het altijd, dus ik dacht, ik doe het een keertje. Dat is echt helemaal top, Dennis. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, ik zie het dorpje al in de verte. Oh, sorry. Ik ben niet zo heel goed in varen. Waar moesten we stoppen, Alex? We moeten... Stukje verder!
Ja. En dan hier zo is volgens mij... Ik zie het niet door je hoofd. Oh, hier? Maar ja, hier moeten we eruit. En dan moeten we het denk ik gewoon naar de toe brengen. Je hebt het toch wel echt vers gebakken, hè, de taart? Nee, oh ja, ik heb het echt gedaan. Ik heb een koe gemolken. Ik heb allemaal sugarcanes moeten zoeken voor het suiker. En ik heb vers van mijn farm. Ik heb het niet uit de kist gepakt. Vers van het farm heb ik de tarwe gehaald voor de taart. Oké, nou, ik ben benieuwd. Laten we maar gaan kijken. Als dit niet goed is, dan weet ik het ook niet meer. Er zit zelfs een kerstshop. Wow, ik denk dat ze dat wel lekker vindt. Hallo, vrouw! Hallo! Dag jongens, welkom terug! Het is gelukt! Is het allemaal gelukt? Gevangen? Ja. Kijk eens maar aan. Maar ik heb een vraagje, was het nou deze of was het zalm? Ja, maakt niet zoveel uit, zolang het maar 3 visjes zijn. En ik heb de taart. Wil je die hebben? Ja, geef het maar. Dan zal ik daarna voor jullie de sleutel pakken. Alsjeblieft! Moet ik de visjes ook geven? Ja, geef ze maar. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan kunnen wij die zalmpjes zelf opeten? Ja, die eten we lekker zelf. Nou, volgt u mij maar naar boven en dan zou ik jullie even een nieuw huisje. Oké. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dit wordt gewoon een extra huisje in dit dorpje, Dennis. Oh, dat is geweldig. Wow. Nummer 2. Oké, zijn jullie klaar voor? Mag ik even iets vragen? Ja, vertel. Hoe lang is dit huisje, zeg maar, dat er niemand woont? Sinds dat ik hier woon. Maar ja, we gaan door. Komt u maar naar binnen. Oké. Hier heb ik jullie matje op de grond met een kussentje. Het ligt heerlijk zacht. Super fijn. Een matje? Ja, waar is het bed? Topkwaliteit. Dit is het bed. Oh. Oké. Er is toch niks aan de hand mee? Of? Nee, Alex. Het is wel goed hoor. Wacht even, mevrouw. Alex, kom eens. Ja. Oké, ik doe de deur dicht, ja. We hebben al betaald, maar misschien is de woonkamer een stuk beter. Ik hoop het wel. Het ziet er tot nu toe nog niet geweldig uit. Nee, maar we hebben al betaald, dus we kunnen niet meer terug. Daarom, ik heb die taart al gebakken. Oké. We zijn er weer. Okay, ja, zijn jullie er weer? Ja. Dan zullen we doorgaan naar de woonkamer. Komt u maar binnen. Hier is de woonkamer met een prachtig uitzicht op de bergen. Ja, maar waarom? Wat is dat groene? Is dat schimmel? Nee. Dat is decoratie. Waarom staat hier een half opgegeten beschimmelde taart? Oh, dat is alvast nog van... Is dat van de vorige bewoner? Misschien, maar oké, ik zal jullie de diamant geven. En dat is de sleutel voor dit huisje. Ik hoop dat jullie het hier enorm naar jullie zin gaan hebben. In het prachtige natuurlijk. En dus hebben jullie verder nog vragen? Moeten we dit zelf opruimen? Ja, ik heb hier geen schoonmaakster namelijk, dus... Oké, ja, bedankt, denk ik. Ja, dank geen je wel. Geen probleem, jongens. Nou, dan veel plezier in jullie kamer. Ik ga alvast weer maar naar beneden. En als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie die altijd stellen. Ja. Doei! Ja. Doei! Dit is dus niet wat ik had verwacht. Dit is ook niet wat ik had verwacht. Hebben we daar zoveel moeite voor gedaan, Alex? Ja, maar dit ziet er niet uit. Kijk dan. Er hangt een ketting met een lampje. Er zit daar een spinnenweb. Die wil ik als eerste opruimen. Spinnenweb, eeuw. Allemaal schimmel. Hier zit ook een, Alex. Kan je die hoek ook weghalen? Ja, ook weg. Eeuw. Trouwens, wat had ik nou afgesproken met jou? Geen wapens meenemen hier naartoe. Oh ja, sorry. Ja, ik had het gewoon nog in mijn rugzak. Niet meer doen. Maar we hebben wel even wat dingetjes nodig. We moeten het hier een beetje inrichten, maar dat doen we een andere keer wel, ja? Ja, laten we dat maar een andere keer doen. En vanaf hier hebben we als het goed... Oh my god, Dennis, kijk dan. Ja, hoe goed is het uitzicht perfect. Is op de bank vanaf hier. De bank zit letterlijk hiernaast, hè? Waarom? Het lijkt wel alsof we er zo op kunnen klimmen of zo, als dat raam er niet was. Dit is echt een perfecte plek, ondanks dat het er niet uitziet. Precies, dat dacht ik dus ook, maar ik ga lekker mijn bedje in en... Ik blijf hier nog eventjes, ja. Is goed. Doei, Dennis. Ik denk dat ik hier maar ga slapen zometeen. Naast jou. Ik blijf eerst nog even hier. Ik ga nog even zitten. Ja, nee, maar ik ga hier denk ik het matje uittesten of zo. Ja, we moeten het samen delen. Dus ik kom later wel. Of slaap jij mij eerst? Ik neem het grote testen. Doei. Doei. Ik neem die kleine wel. Doei.